sa check mo ba? Wala na eh, nakarain na yung dasa mo. It's not what we were stupid. And that is the way that Kulturo TV is signing in. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo, de plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Kulturo TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, gaan we in gesprek met de heer Seymour Fabian. U kent hem als de heer Promarman, promotie, marketing en wat is management? Ja toch, Promarman. Maar hij is vandaag, heeft zoveel petten op. En dat weten we, hij is amai bewegen, hirdi. Vooral wanneer het gaat omtrent de entertainment sector. Hij is vandaag hier zo om met ons te praten over het Parafood en Music Festival. Wanneer we praten over Parafood en Music Festival, weten we dat het tot zover 2 keer is georganiseerd. En beide keren was dat succesvol. Ik kan me nog heugen, vorig jaar hadden we King Koyeba. En hij had het voor ons afgesloten. Precies, pang, chok. Tjok, tot 4 uur in de ochtend. En dat geeft je een lekkere vibe. Omdat ik ook van mening ben dat we eigenlijk richting festivals moeten gaan. En niet zozeer, weet je, 1 avond uit. Weet je, we willen gewoon 3 dagen uit. We feesten uit. Dan we sparen money come back voor de next festival. Maar hij gaat ons meer vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren tijdens het Parafood en Music Festival. Ik ga met u beginnen, meneer Seymour. Geen Promarman vandaag. Hoe gaat het met u? Gevaarte goeiemorgen, natuurlijk met mij gaat het heel goed. Ik ben blij om hier te zijn bij Kulturo TV. Ik ben hier namens Young Talent Entertainment natuurlijk. Weet je, want die bradas of die mensen zorgen ervoor dat we een Parafood en Music Festival hebben in Suitisaranakondri. Dus daarom ben ik vandaag hier. Ja, voor de mensen die niet weten, want we hebben nieuwe kijkers, et cetera, mensen in het buitenland, mensen die misschien zeggen van, hey, de Mamoes landen komen, Awikija, zo in Suriname. Wat is het Parafood en Music Festival? Ten eerste, je hoort het al, Parafood en Music Festival. Dat want dat district Para, die oplift, isabi, a belangrijk, want mi trots lek van Paramang, voor natuurlijk promote mi district. Dus dat wil zeggen, iedereen die naar Suitisaranakondri komt,
Het gaat gebeuren. En wanneer gaat het gebeuren? Vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus. En niet te vergeten, zondag 1 september gaan we het dus afsluiten. Ja, het is 2024. Het is de derde editie van het Parafood & Music Festival. Dus ik wil een special big up sturen voor Master Ellie. Natuurlijk daar te para met zijn heel team. Want de mannen zijn al bezig dingen te regelen. Want je weet, het is vakantie. We kunnen niet alleen maar stressen, maar we moeten ook een beetje genieten. En daarom ben ik blij dat ik het Parafood & Music Festival mag belichten. Ja, en als u het zo gaat lezen, Parafood & Music Festival, waaraan moeten we denken? Eten? Is het zo dat anyone komt of hebben jullie gedacht aan de samenstelling van Zwitserland en Kondre? Dus met name de Indianen, de Hindustanen, al de bevolkingsgroepen. Laat me dat ervan zeggen. Serenano en Bromtje Jari. Dus dat betekent Surinaams eten zal je op het festival krijgen. Maar ook Italiaans eten. Ook Chinees. Ja? Dus dat was Zaki. Het is divers. Er zijn 40 stands. Dat want dat 40. Ja? Dus dat want ik aan een wang. 40. Dus keuze lijst hij kan Mickey. Isabi toch? Dus wiens imot of Aladdin district Karko, Nikeri, Coroni, Marowene, Sipaliwini. Karkong, Frans Guyana, je weet, het gaat gebeuren te para. Ja, daar gaat het gebeuren. Dus dat want taki we kar mang, zowel umang, ching, zowel biggie. Want natuurlijk, ook daarmee heeft de organisatie rekening gehouden. Dat de jongeren, het is vakantie, je mag komen genieten. En natuurlijk, want bepaalde ding, de Mgweliba Festival baka. Want dat want tak biggiesma ook geniet natuurlijk. Dus het festival is dus voor jong en oud. Jong en oud. Laten we beginnen bij de eerste dag. Dat is 30, toch? Ja. 30 augustus. Wat gebeurt er op 30 augustus? 30 augustus mag ik aangeven wat er van het jaar niet is. Is dat natuurlijk had je voor die jongeren zo'n een contest. Dat is er van het jaar niet. Maar wat er wel is, is natuurlijk dat er wel attracties op het festival dus voor jongeren zijn. Ja? Je hebt verschillende, je hebt natuurlijk de opening, maar je hebt eten, je hebt drinken, je hebt entertainment. En ik mag je zeggen, Ellie, is dat dat programma spang. De organisatie is nog steeds bezig als de mensen gevolgd hebben. Volg de page van Young Talent Entertainment, want de eerste aankondiging wat ze hadden gedaan qua entertainment was Aitafest. Ja toch? Dus dat wil zeggen, de afgelopen dagen, als je ziet, gisteren hebben ze weer een line-up gepresenteerd voor ons. We hebben Aitafest, we hebben Psycho, we hebben Young Boss, we hebben Korupa, we hebben Hotfire, Skills, Omto. Dat want takkie, een line-up spang. Ja? En wat die mensen kunnen doen, is gewoon de page van Young Talent Entertainment blijven volgen. Want daar blijf je dus up-to-date. Want me kan tegen taki verrassing lai. Los dat als we die nyang, die nyang san, die dring wan san, dan natuurlijk naar Entertainment PC. En naar Entertainment PC, me kan tegen taki als stampo. Het verschil van het jaar is dat het festival dus om 6 uur begin. Oesaptaka zo'n faya. Dus natuurlijk heeft de organisatie gemeend om vanaf 6 uur actief te zijn. En dat want taki tot de late uurtjes gaan we door. En dat wil zeggen 4 uur in de ochtend. Ja? Dus elke dag heb je een levig programma. Wat een mooi programma. Isabi toch? Dus wins PD. Na para je moest de. Omdat na para asane gebeurt. Dus dat want taki. Dus maar buitenland. If je motto taki zie. Ja? Nafi, yeah. Poti Sandrape, Poti Kofru, dat want ik je kon direct richting een Parafood & Music Festival. Ja, en als ik kijk naar de, tenminste, het is nog niet op een flyer of papier, wat de samenstelling of wat de opstelling zal zijn dag 1 qua artiesten, dag 2, dag 3. Weet je, hoe doen jullie dat? Want ik stel die vraag omdat. Soms memang met wamang, de amade tapuan tradi, amade tapuan tradi, weet je. Leg de mensen uit, wanneer is die hotte dag, is dat de laatste dag? Nee, elke dag is hot. Dus dat betekent vanaf dag 1.
Kijk, je bouwt dat ding op toch. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Wat belangrijk is, is natuurlijk als je de page blijft volgen, dan blijf je up-to-date, zodat hoe het programma eruit zal zien. Natuurlijk ga je de tijden niet krijgen, want inom kom pas 11 uur of 12 uur. Want dan is 4 uur schwitie. Als je kon naar district para, dat want dat je loon to familie, je loon to go swim, chin so tek chin kriki watra, dat bagat dat de je kon genieten op een festival. Want zij je opdrapen naar Sweetie Nyang, dus in afbori. Dat want dat je want drinken een boon sani. San life drinken. En natuurlijk een entertainment PC. Dat want dat je Frans Guyana, Suriname, Nederland. Ja, entertainment op zijn best. Dus zij je kiezen, baby mi brada. Je gaat de no entreprise, na crème de la crème, je kiezen. Want daarvoor zorgt dus Young Talent Entertainment, Parafood and Music Festival. Ze zorgen er elke keer weer voor dat je de best of the best mag krijgen. En daar mogen we trots op zijn. Als we willen dat Suriname naar hogere hoogtes gaat, dan moeten we niet aan de kantlijn staan en kijken. Nee, supporten. Kom supporten. En wat heeft de organisatie gezegd? De eerste dag betaal je gewoon 100 SRD. Ja? Voor je kaartje, voor je toegangskaartje. De tweede en de derde dag, want je begrijpt, ze zouden het gratis willen doen. Maar het kan niet, omdat er kosten zijn. En wat hebben ze gemeend van het jaar? Om aan te geven dat dus de tweede en de derde dag kost een kaartje, dus 350 SRD. Dus de tweede dag 350 SRD, de derde dag 350 SRD. En papa, sa yo kisi, yo geniet voor je money, sa yo pay. Zeker weten. Ja, maar zeker weten. Ik moet ook bij vermelden dat eigenlijk voor die 350 SRD, als ik het vergelijk met de twee voorgaande jaren, heb je bijkans 12 artiesten of meer, toch? Sa ik kan geniet. Is nou mooi. Eigenlijk, je krijgt waar voor je geld. Brada, ik heb laatst voor de grap geteld hoeveel ex. Dus de eerste dag, de tweede dag. Die mannen zitten bijna op 30 tot 35 ex, hoor. Dus dat na entertainment pisi. Na lek van mij tegen dat kan jari dat na 40 food stands de. Dus dat tot dat entertainment pisi. Brada, na mooi tori. We mogen trots zijn dat para, ja, want daar ben ik trots op, omdat mij nou een echte para man. En mij breed die tak para bij Egi Festival. Het is de Para Food and Music Festival natuurlijk. Ja, hoe zit het met de veiligheid? De veiligheid die is gegarandeerd, ja. En wat ik de mensen wil aangeven, vanaf maandag aanstaande kan je dus je kaartje gaan kopen. Dat wil zeggen, nou wacht die voor snap in lange rij. Want Serana man of unusranasma, uloba laatste moment sani. Ja toch? Maar als je je kaartje in de voorverkoop gaat halen, dat wil zeggen tegen para nafi wakagomoro fara. Ik wil natuurlijk de voorverkooppunten noemen, waar je je kaartje kan halen. Mode en Su is aan de Koesewijnenstraat. Licious Boutique is aan de Franschepanenstraat natuurlijk. Eridori, Latour, Night Connection, Ginipistraat. Ginipistraat, EMA Groep, natuurlijk para zelf. Daar kan je je kaartjes natuurlijk in de voorverkoop halen. Net wat ik heb gezegd, de eerste dag kost je kaartje dus 100 SRD. De tweede en de derde dag is het 350 SRD. Ga hem in de haal hem in de bij de voorverkooppunten. Want als je bij de poort komt voor Giasrevi, je pay moro diri. Dus haal hem vooraf. Ja, maar voor de duidelijkheid hoor, want elke vraag is een belangrijke vraag. Zeker. Je zegt voor dag 2, dag 3. Maar als ik bijvoorbeeld voor dag 2 een kaartje heb gekocht, en Minokong, kan ik morgen nog met die kaart? Of is het een speciale kaart voor dag 2? Geen enkele vraag is een domme vraag. Ja. Als je je kaartje hebt gekocht voor dag 2, moet je naar dag 2 komen. Ja, het is een belangrijke vraag. Het is een belangrijke vraag. Je kan niet op dag 3 ermee komen. Nee toch, elke dag heb je andere kaart. Het is dag 1, dag 2, dag 3. En natuurlijk zal de vraag natuurlijk komen, maar krijgen we geen korting? Papa, vorig jaar waren die kaarten veel duurder. Van het jaar heeft de organisatie gemeend om dag 1 100 SRD en de tweede en de derde dag kostte 350 SRD.
per kaartje. Natuurlijk, als je VIP wil zijn, dat kan ook. Dan kan je dus bellen op 84-56-060. Dus voor je VIP, Iwan City VIP treatment, is het 84-56-060. Kan je bellen en dat rap je natuurlijk je City Tory ook toe. Ja man, je City Tory. Hoe staat met parkeren, afveiligheid, de voertuigen, vooral de fiets, is dat iets ook? De Maiguanga, de wiper. Leg de mensen een beetje uit. Hebben jullie ook daaraan gedacht? Parkeerwachters? Laat me dit ervan zeggen. Als organisatie blijf je groeien, je blijft werken. Dus ook voor het Parafood en Music Festival zijn er verbeterpunten. En daar werken ze zeker aan. Dus de veiligheid, die is gegarandeerd. Ja, en laten we hopen, Taki, next nopsa. Maar natuurlijk, er zijn parkeerwachters. Dus dat want Taki, parkeer Yuwagi Boom. En als je een bijdrage moet leveren, om ook daarvoor te zorgen dat de Maluki Wagi Boom, Paying. Weet je, zodat die Sabi, Taki de veilig, Taki baga niet, Taki mangwe, Sweet TV, na Osobaka. Ja man, en Parafood Festival is eigenlijk het enige festival in een district, hè? Of zijn er andere in Suriname? Volgens mij hoor ik niet van. Dus ik wens jullie alleen maar succes met dit festival. Is er nog wat dat je de mensen wilt laten weten? Wat ik de mensen natuurlijk wil laten weten is dat ze de page natuurlijk van Young Talent Entertainment moeten blijven volgen. Is dat je steeds updates krijgt. Want Mikantegi dat verrassing lie. Ja, dus dat is wat ik nog wil aangeven. Het festival begint dus vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en natuurlijk zondag sluiten we af 1 september. Dat want taki, alle day des mafu para Maribo natuurlijk, je day na fotoba. Je want go ontspan tjinsen toch, dus de wans aan elkaar para ete, we nodig unu uit. Ja, het is de Parafood and Music Festival. Daar gaat het gebeuren. En natuurlijk, if you know, naar district eten. Met trots wil ik zeggen, San Lai, Fudu, Napara. Ja. Dus wij zijn ready om onze Suranamangs, ongeacht waar ze zijn, of als je naar Suriname komt, kom genieten. Want Uno Suranamang kan Dusan ook toe. En je weet wat we zeggen, Suranasani, Wisani. Kono snap na kantlein, maar kou roko teranga, Fuchar. Uno suite is er aan een kondre, go naar hogere hoogtes. Ja man, ik heb nog een laatste vraag. Altijd is die baksies er, dat is Sana Young, weet je. I mean a track, Isabi. Ik weet dat je die prijs wilt geven en waarschijnlijk zal dat misschien gebeuren donderdag. Je weet toch? Donderdag. Donderdag, I mean a track, Isabi toch? Ja. Die vraag is moeilijk om te stellen hoor, van wie zal het zijn of wat, maar is er wel. Luister, ten eerste zijn alle ex die gaan staan, zijn main ex. Ja, ja want dat if you know boom, if you know presteer, you know they in a line-up. Dus dat ten eerste. Maar natuurlijk, je hebt bepaalde mangsang, is schiet uit. Wie het zal zijn, blijf ons volgen. Ja, want dan mag je zelf voor jezelf opmaken. Want kijk, de genres die verschillen, of de meningen van mensen verschillen. Maar wat ik mag zeggen, is wat je op Parafood en Music Festival zal krijgen. Kijk, het festival blijft stijgen. We hebben de eerste gehad in 2022. We hebben de tweede editie gehad in 2023. Van het jaar is het 2024. Dus dat want taki. Wij maken ons klaar, want mooi zijn ook gebeurt. Dus voor mij zijn alle ex die daar gaan staan, zijn natuurlijk crème de la crème. Ja. Maar natuurlijk, jij gaat bepalen wat je het best vindt. Ja, en de ex, is er ook gedacht aan verschillende muziekstijlen. Met name aan de Javanen, de Hindustanen, et cetera. Zeker weten toch. Want, ano blaka mawa nye taseranang. Ja toch? De inheemse broeders. Weet je, het is divers. Blijf ons gewoon volgen. Ik zei het toch, Karwan Korupa. Weet je, Karwan Update. Karwan even anders. En natuurlijk, a trots voor para toch. Ja. A trots voor para naar nieuw stijl. Ja. Dus ook zij staan in die line-up. Wat ik mag zeggen, brother Ellie. Laat die mensen gewoon vanaf maandag aanstaande. Kan je kaartje gaan halen. En gaat halen.
Het is de Parafood en Music Festival, de derde editie. En natuurlijk, elke dag begint het festival. Dus om 6:00, Oesap Takason Faya, Masik Siuru, daarmee Saka. En we zijn tot 4:00 in de ochtend dus bezig op Para. Yes, thank you. We hebben gesproken met de heer Seymour Fabian. Hij is meer bekend als Promarman, maar hij staat hier in hoedanigheid van Seymour Fabian. We hebben gesproken over het Parafood Festival. Ik zou zeggen, Surinamers, go support Asani. Het is vakantieperiode. Ga even met je gezin. Ga dat ding supporten, want het is ons product. En ons, om ons product hoog te houden, gaat u het moeten supporten. Dus gaat u, misschien wilt u niet blijven tot 4:00 in de ochtend. Maar ik weet, ik kwam op Chinyang, Wakananga gezin. Het is een roadtrip. Je rego drape, je nyawasani, sati, entertainment. Dan kom je weer richting Paramaribo. En voor de mensen die daar willen reserveren, zou ik zeggen, gaat u snel. Want ik kan u vertellen, we hebben gesproken met enkele vakantieorden. En Para is momenteel prop, vol. Wat ik nog als laatst wil aangeven, want natuurlijk kunnen er nog mensen zijn die zeggen van, maar we weten niet waar het is. Jereno. Para, ja, het commissariaat, schuins tegenover het commissariaat, zie je een heel groot terrein. En daar gaat het gebeuren. En eigenlijk heeft Jereza Para, Josheng, ga je het meteen zien. Dus ik wil zeggen, Suriname, Young Talent Entertainment doet het weer. Master Ellie, take you big up. Isabi toch. En voor de rest, wij zijn ready om natuurlijk het Para Food and Music Festival om u van dienst te zijn. Dus Saranamang, met Aku Grantangi en natuurlijk Meshunu Alamala Drape. Voor kon geniet voor een mooi Saranang productie. Thank you. Alston Sanayong is signing out. Ik zou zeggen, later komen we met meer nieuws. Later ben ik op pad. Het is zaterdag. Dus blijft u ons volgen.